Vanmorgen bij de training op de hertgang liepen alle spelers het veld op, behalve Jorginho Wijnaldum. Hij was er niet bij. Hij heeft een blessure en rugklachten. Tot nu toe kon hij daar gewoon mee trainen en spelen, maar de klachten zijn erger geworden. En dan moet je al dat risico afwegen. Op dit moment zal hij toch even een stapje terug moeten doen. Het is altijd moeilijk om dan aan te geven hoe lang een speler eruit is. Dus we zullen dat volgende week weer gaan bekijken, maar vooral nu en het weekend reken ik niet op hem. Ola Toivonen zou wel eens de vervanger kunnen worden van Wijnaldum. En deze Jorrit Hendricks maakt tegen Ludogorets waarschijnlijk zijn Europese debuut. Ja, we hebben de opstelling officieel nog niet gehad, dus ik kan nog niet vertellen of ik Europees mijn debuut ga maken. Maar het zou wel kunnen, ja, morgen. PSV moet van Cocu Europees overwinteren. Dat is het doel. PSV neemt de Europa League, in tegenstelling tot vorig jaar, nu dan ook wel serieus. Tuurlijk heb je sommige wedstrijden waar je makkelijker voor op kunt laden, omdat je daar veel meer van weet en omdat de prestige veel hoger is. Maar je moet elke wedstrijd serieus nemen, daarvoor ben je ook professional en je wil elke wedstrijd winnen. PSV kwam de afgelopen 5 wedstrijden niet tot een overwinning. Dat moet morgen tegen Ludogorets wel gebeuren. Soms is het gelijkspel maximaal haalbaar, maar nu is het doel natuurlijk wel om de groepsfase van de Europa League met 3 punten te beginnen.